omgeving heeft het genoegen gehad door de VZW te worden uitgenodigd om deze opdracht uit te voeren. Het is niet een alledaagse opdracht. De schaal is wel gigantisch. We hebben daar echt van genoten, moet ik zeggen. Het was een goede opdrachtgever. Ik wil vanuit de omgeving nog even een speciale dank aan Maarten, Andries, Joke en Tompie, die behoorlijk wat tijd hebben ingestoken om dit product te kunnen voorstellen vanavond. We hebben die verdere detaillering van het concept Ringland echt te harte genomen en we hebben ons echt verdiept in alle regelgeving, de Europese tunnelwetgeving en richtlijnen die moeten gehanteerd worden om het bouwen van nieuwe tunnels mogelijk te maken. Die Europese richtlijnen die handelen over de breedte, de aantal rijstroken, de veiligheid, alle elementen die belangrijk zijn voor het bouwen van een tunnel. En we hebben dat helemaal toegepast, rigoureus toegepast op het systeem Ringland. En ik kan jullie al de eerste ding verduidelijken of toegezeggen. Het systeem Ringland werkt. Dit is de uitgewerkte snede van Ringland. De schets die een jaar geleden werd gepresenteerd, die hebben we nu maatvast uitgewerkt. En we hebben er van alles aan toegevoegd. De evacuatietunnels, de maatvoering, het maaiveld, al die elementen zijn aan toegevoegd. We hebben de twee tunnels voor doorgaand verkeer zijn gehandhaafd. De twee tunnels voor stedelijk verkeer zijn ook gehandhaafd. De single, de nieuwe single, ligt centraal bovenop het dak, is ook nog gehandhaafd. En het zware verkeer, en dat moet ik in deze profiel nog uitleggen, moet wel de grote tunnels gebruiken. Deze kleuren moet je goed onthouden, de rode en de gele kleur. De rode voor de doorgaande tunnel, de gele voor de stedelijke tunnel. Aan deze tunnels hebben we ook een snelheidsregime gekoppeld. Belangrijk om de capaciteit en de veiligheid te waarborgen. 90 voor de doorgaande tunnels. Dat is allemaal verkeer die niet in de stad moet zijn. 70 voor de stedelijke tunnels, voor de verkeer die duidelijk de stad in wil. En 50 voor de nieuwe single. Voor de huidige single voorzien we 30, omdat die van statuut gaat veranderen. Die is niet meer de grote single zoals we vandaag dat kennen. Dat wordt de nieuwe single. Die krijgt een snelheidsregime van 30 als wijkontsluitingsweg. Dit is de ring van Antwerpen zoals we vandaag allemaal kennen. Eén spierbundel van infrastructuur die de stad in een ware omklemming houdt. Als we het Ringland-systeem toepassen, krijgen we een totaal ander beeld. Het tunnelsysteem zoals het in de toekomst er zou kunnen uitzien. Al ingekleurde wegenis die je nu ziet, ligt onder de grond. Indien je geen bestemming hebt in Antwerpen, volg je de rode tunnels. Indien je wel een bestemming hebt in Antwerpen, volg je de gele tunnels. Het zware verkeer, zoals net gezegd, volgt ook die rode tunnels. In tegenstelling tot de versie van een jaar geleden, voorzien wij geen flyovers op de drukke knooppunten, op deze twee plekken. Wij voorzien fly-unders, waardoor het verkeer helemaal onder de grond verdwijnt. Van die doorgaande tunnels kun je op drie plaatsen de stad bereiken. In zuid, oost en noord. Dit is noodzakelijk om de stad toegankelijk te houden voor vrachtwagens. En de mensen om vanuit de stad ook toegang te verlenen op de doorgaande tunnels. Vanuit de stedelijke ringweg, de gele, kan je op 8 knooppunten de stad bereiken. Dat zijn er 3 meer dan in het vorige versie van Ringland. Wij denken echter dat dit wenselijk is om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven die stedelijke ringweg te gebruiken. Op die manier willen we ervoor zorgen dat de nieuwe single een 2x1 kan blijven. En dit zou het Ringland kunnen zijn in 2030. Bovengronds zal Ringland een schakeling van groene ruimtes worden, verweven met infrastructuur, nieuwe woongebieden, openbaar vervoer, waterstructuren en de relicten van de Brielmondvesten kunnen terug naar boven komen. We stellen voor om de overkapping door te zetten tot aan het station Noorderdokken. Dit zou een enorme meerwaarde betekenen voor de grote woonwijken Luchtbal en Merksem. Vorige keer was hier nu applaus. Dit brengt wel de totale lengte van de tunnels op 15 kilometer. Vroeger was dat 12, maar we denken dat die 3 kilometer goed besteed is. En we willen bij dit beeld ook nog een extra term toevoegen, namelijk het dwarsdenken.
Wij zijn ervan overtuigd dat het ringpark en de gigantische maat die het heeft, meer dan 15 kilometer lang, niet zo belangrijk is om in zijn totaliteit te beschouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat het park meer gaat functioneren vanuit de wijken, dwars op dit systeem. En waarom vinden we dat zo belangrijk? Omdat daar de mensen zijn die het ringpark zullen moeten gaan gebruiken of moeten gebruiken. Jullie dus. Hè? Jullie gaan de eerste gebruikers zijn van dit park. Dus de uitwisseling, het dwars kijken naar die verschillende gebieden, is meer belangrijk dan de continuïteit over het geheel. Op die manier zijn we van overtuigd dat we een parkruimte kunnen maken voor en door mensen. In tegenstelling tot de eerste versie van Ringland, waar de nieuwe single steeds aanwezig was op het dak van de stedelijke ringweg, stellen wij voor om op twee plaatsen die nieuwe single ook ondergronds te laten rijden. De eerste plek waar we dat voorstellen is ter hoogte van de omgeving van Berchem Station. Ter hoogte van Berchem Station, op deze plek. Waarom doen we dat? Om op die manier kunnen wij de laaggelegen spoorbrug van Berchem Station ongelijkvloers kruisen zonder de tunnel onnodig diep te maken. Je ziet hier die witte lijn, die de nieuwe single is. En vanaf hier verdwijnt die en komt pas boven voorbij de hoogte van knooppunt Borsbeekbrug. Op die manier hebben we daar geen enkele infrastructuur meer. We houden ze naar de trein natuurlijk. En kunnen we eigenlijk het natuurgebied Wolvenberg uitbreiden tot aan het Brilskanspark. Dus we krijgen midden in ons centrum van Antwerpen een gigantisch natuurgebied. De tweede plek waar we dit voorstellen is ter hoogte van net voorbij de knooppunt Plantijn Moretus. Dat is op deze plek. En daar gaat hij ook ondergronds, de nieuwe single, tot net voor knooppunt het Sportpaleis. Op die manier... Op die manier kan het Rivierenhof eindelijk echt tot aan de voordeur van de Roma reiken. Natuurlijk zijn er nog wel auto's aanwezig op de Ringland. Op de 8 knopen waar de stedelijke ringweg aansluiting vindt op de nieuwe single, zullen er tunnelsleuven en tunnelmonden aanwezig zijn. Deze worden echter landschappelijk ingepast en zullen de ruimte niet meer domineren. De huidige single wordt een wijkontsluitingsweg van 2x1 rijstrook. Deze moet niet een parallel worden van de nieuwe single. Deze moet dus eigenlijk echt gaan functioneren als een lokale weg. En daarom wordt die ook op een paar plekken geknipt, bijvoorbeeld aan Berchem Station. Op die manier neemt de nieuwe single duidelijk de rol over van de huidige single. Om dat duidelijk te maken, zoomen we in op het meest cruciale stuk van de ring, de omgeving Plantijn Moretus, van Berchem Station tot Rivierenhof. Dit is de plek zoals we hem vandaag allemaal kennen. Je kent Berchem Station, Borsbeekbrug, Stenenbrug, Rivierenhof, E313. Dit zou er in de toekomst helemaal anders kunnen uitzien. Dit gebied zal een zeer grote metamorfose ondergaan. Hier ziet u inzooming over de tunnels, weer de rode en de gele tunnels. Onder de grond zijn deze tunnels, moeten die de vlotte doorstroming garanderen voor het meest drukke punt. Dus er zijn behoorlijk wat tunnels nodig om dat te faciliteren. Maar we zijn ervan overtuigd dat het zal werken. Het aantal rijstroken wordt niet alleen gedicteerd omdat wij dat leuk vinden, maar ook voornamelijk omdat we de Europese tunnelrichtlijnen moeten hanteren, naar veiligheid toe en dergelijke meer. Dus we hebben daar ons rigoureus aan gehouden. Om u een beetje te oriënteren voor de volgende slide, let op deze knoop. Dat is de knooppunt Plantijn Moretus. Dit zou het kunnen worden. Centraal ziet u terug de Plantijn Moretus knoop, die helemaal ingepakt zit in een groen park. De tunnelmonden zijn nog natuurlijk aanwezig, maar al de rest van de... En hier verdwijnt die onder de grond en je ziet dat hier geen enkele infrastructuur meer aanwezig is en dat inderdaad heel het Rivierenhof aansluiting vindt met Borgerhout. De ringfietspaden, die vandaag de dag ook al aanwezig zijn, worden echt ringfietspaden. Ze krijgen echt een fantastische grandeur in het geheel. Met dit ontwerp willen we bewijzen dat ons ontwerp meer dan een verkeersoplossing is.
Het is een totaaloplossing voor een van de belangrijkste gebieden binnen Antwerpen. Om het nog visueler te maken, dit is de op- en afrit van Plantijn Moretus zoals we vandaag de dag kennen. Volledig gedomineerd door en geclaimd door de auto. In de toekomst zou dit er zo kunnen uitzien. Het kruispunt Plantijn Moretus is nog steeds aanwezig. Met een grote rotonde die speciaal ontworpen is om een grote capaciteit aan auto's te kunnen verwerken, maar ligt volledig ingebed in een parkomgeving. De tunnelmonden zijn zo ontworpen en dat er geluidsribben tussen zitten om zoveel mogelijk het geluid dat er eventueel toch nog vanaf zou komen, om dit te absorberen. Dus we krijgen een totaalconcept waarin park en infrastructuur samengaan. Verder zie je de suggestie voor een buffer of een zwemvijver ter hoogte van Erasmus ziekenhuis. En in de verte zie je de parkheuvel van het Rivierenhof. De hele andere kant, ter hoogte van die parkheuvel, heb je de Turnhoutse baan. En vanuit een van de appartementen daar heb je een prachtig zicht over een van de drukste knooppunten van Vlaanderen. Het is alleen jammer dat qua geluid en fijn stof het onleefbaar is om hiervan te genieten. Het is ook tevens een van de meest onbereikbare groene plekken van Antwerpen. Het is een heel grote groene plek, maar je kunt er niet komen. Of je wilt er ook niet komen. Als we het ringlandconcept hierover uitrollen, zou deze plek er heel anders uit kunnen zien. De hele knoop is ondergronds gebracht, net zoals de nieuwe single, waardoor er een grootse parkruimte ontstaat met zeer veel mogelijkheden. De parkheuvel bovenop de knoop zorgt voor een wijdse beleving in alle windrichtingen. Dus je ziet hier de Turnhoutse baan en voor de rest de fietspaden. En de nieuwe single zit er gewoon onderdoor. En daarop de vlag van Ringland. Ringland zorgt voor veel potenties naar stadsontwikkeling. De toekomstige stadsontwikkelingsmogelijkheden zijn ongekend. Ongeveer 75% van alle bijkomende woonontwikkelingen in het Antwerpse voor de toekomst en voor de komende jaren zou in Ringland kunnen ondergebracht worden. Dit op plekken die prima bereikbaar zijn voor auto, openbaar vervoer en fiets. De grootste ontwikkelingsmogelijkheden zien wij ter hoogte van het Zuid. Dit is het Zuid zoals we het vandaag de dag kennen, met vanuit de appartementen van de Brede Rode Straat, de Konijnenwei, de Zilvertopblokken en de grote lege of groene ruimte van de spaghettiknoop waar je weer niet kunt komen. We stellen voor om van het Zuid echt een nieuwe woon- en werkmilieu te maken. Want die is dermate groot dat het een uitstekende plek is om daar een nieuwe woon-werkmilieu te maken, omdat we daar het station Antwerpen-Zuid volledig wil integreren in een nieuwe mobiliteitsknoop en dus op die manier de leefbaarheid, de ontsluiting, de mobiliteit van deze plek maximaal willen uitnutten. Aan de andere kant van Ringland, ter hoogte van het Sportpaleis, is er ook nog een mogelijkheid. Dit is het Sportpaleis zoals we vandaag kennen, verstopt achter het viaduct. Het loopbrugdok dat gebukt gaat onder die zware infrastructuur, die in heel zijn ontwikkelingsmogelijkheden daarin gefnuikt wordt. Om hier ook hebben we het Ringland-concept uitgerold en deze plek laten transformeren tot een evenementenwijk die ruimtelijk gelinkt blijft bij het Loopbrugdok. Het viaduct is verdwenen, de doorgaande en de stedelijke ringwegen liggen verdiept en bovenop het dak ligt de nieuwe single. Hier vormgegeven als een statig boulevard die aan de ene kant het Loopbrugdok en aan de andere kant het Sportpaleis heeft als kader met een nieuwe woon- en werkmilieu die daaraan grenst. Dus hier ziet u die statige boulevard van de nieuwe single. En hier ziet u een beetje verder ook het Schijnvallei, de heuvel waar ik net over had. Er is nog zoveel te vertellen. Maar mijn tijd is op. Er is nog zoveel te onderzoeken, wat echt zou moeten onderzocht worden. Ik hoop echt dat deze ideeën verder kunnen rijpen en dat ze opgepikt worden. Wat moeten we nu onthouden van deze studie? Ten eerste dat het Ringland-concept werkt.
dat Ringeland enorm veel ruimte laat voor verbeelding. En ik zou dan ook zeggen, Ringeland, Antwerpen, ga ervoor. Dank u wel. APPLAUS